Return the senders. Netjes, Peter. Hi, welkom. Hallo. Hoe is het met jou? Goed, hoe is het met jou, Tom? Ben je gelijk geïntroduceerd. Oh, wauw, wat netjes. Zo, dan komt mijn naam ook nog eens een keer in beeld. Zo, de knetter. Wat zijn die jongens multimediaal. Welkom in Descenders. Je zei het al. Return Descenders. Ja, en het is een game van Nederlandse bodem. En dat is alles wat ik ervan weet. Ja, het is van Rage Squid. En dat is een Utrechtse studio. Notabene. Het bestaat uit veel Brabanders. Dus ik voel binding met dit product. Ja, en het zit in Utrecht. En wij zitten zelf onder de rook van Utrecht. Ja. En ben ik. Hoppatee. Dus dit is, als jullie dit kijken, hallo. Kom eens langs. Dit is locally sourced, deze game. Ja, en je ziet het al. Oh. Het is een lompe downhill biking game. Maar hij heeft ook een Nederlandse taal ook. Ja, ik dacht het is wel zo leuk om hem even op zijn Nederlands te zetten. Gezien het een Nederlandse partij is, hebben hem sowieso in heel veel verschillende talen. Dacht ik van, waarom zetten we hem niet gewoon even lekker in zijn Nederlands? Doe een 27. Doe een 27 nu. Het is ook heel mooi hoe ze bepaalde dingen wel vertalen en andere dingen niet. Want een backflip heet een backflip in het Nederlands. Okay. Maar een frontflip is een voorwaartse salto. Auw, jezus. Ja, wat je hier ziet is de game in de volle glorie. Dus dat wil zeggen, het is pijnlijk, het is lastig. Je ziet linksbovenin hoeveel levens ik heb. En de bedoeling is om van A naar B te racen met zo min mogelijk levens te verliezen. Dus het is een beetje roguelike in die zin. Je moet je eigen keuzes maken en je moet kijken hoe ga ik levens verdienen. En die 720 daar die je ziet, die ik net gruwelijk faalde om te doen. Dat is dus ook een bonus objective die je ervoor kan. Die ervoor zorgt dat je dus weer een leven extra krijgt. Maar goed, dan ga je dus door die objectives ga je extra moeilijk proberen te racen. Terwijl dat vaak inhoudt dat je juist meer gaat vallen. Nee, dus je moet het eigenlijk moet je die opdrachten boven gewoon negeren. Want kort je vaak meer levens dan het oplevert. Ja, en dat is ook wel leuk. De game laat je daarin best wel vrij. Wat je dus ook gewoon kunt doen is gewoon van het pad af. En gewoon de rustigste route proberen te vinden. Om gewoon veilig aan te komen beneden. En dan mag je door naar het volgende level zonder een leven te verliezen. Ja, oh wauw. Dit zijn alle levels. Nou ja, dit is één area. En dit is toevallig dan de tweede area waar we nu in zitten. Maar er zijn vier area's. En in elke area krijg je 5 levels. Waarin je dus ook een beetje je eigen keuzes mag maken. Dus soms zie je objective en denk je, oh, dan moet ik juist eentje pakken met veel bocht, of ik moet er juist eentje pakken die lekker simpel recht naar beneden gaat zonder al te veel gekke stunts. De andere keer ga je gevaarlijk doen. Ik krijg toch een Happy Wheels vibe. Dus sorry, het zal ontzettend beledigend zijn voor de ontwikkelaars, want dit is natuurlijk een veel complexere en mooiere game, zie ik ook. Maar het is toch wel die pijn, die voel ik wel. Ja, de pijn die voel je inderdaad. En ik vond het wel leuk dat je Happy Wheels zei. Want dat werd toevallig gisteren bij mij op stream ook al gezegd van, is dit gewoon 3D Happy Wheels? Dat is wel heel simpel. Het ding is met Happy Wheels is, mensen maken zelf levels. En dit is allemaal procedurally generated. Ja, en niet verkeerd ook. Ik vind het zonnetje goed schijnen. Ja, nee, het is een hele mooie game. Is in Unity gebouwd en oprecht, dit is kijk hun vorige game van Rage Squid, Action Hank, die was al aardig mooi. Het is een heel stuk realistischer en dit ziet er toch best wel strak uit, is mijn vraag. Ja, dat zeker weten. Het speelt ook lekker. Sowieso een controller is aangeraden, maar je merkt duidelijk dat ze werken om de flow heen. De flow moet bovenin staan, dus je moet een beetje het gevoel van momentum moet je op kunnen bouwen. En dat gaat dan dus allemaal in die procedurally generated levels. En dat werkt wel naar mijn idee. Ik krijg er wel echt een gevoel van snelheid van. En het doet mij ook echt heel erg denken aan zelf bijvoorbeeld snowboarden. Nou snap ik, dit is fietsen en dat is snowboarden. Maar het gevoel van snelheid, het oh shit, oh shit, oh shit, ik moet afremmen gevoel. En oh, hier is een heuvel, oh, hier is een steen en dergelijke. Dat doet mij heel erg denken aan hoe het echt is in de extreme sporten. Ja, als Tom in de extreme sport. Als Tom op vakantie is een week, dan is hij een week lang in totale blinde paniek. Ja. Dan is hij aan het snowboarden en denkt hij constant, oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, god, nu ga ik weer dood. Misschien moet je eens een lesje nemen. Nou ja, kijk, ja, zou wel eens een keer interessant zijn, hè. Nee, maar dat is juist leuk. Dat is de adrenaline die je krijgt van een extreme sport. En ik vind dat Descenders dat op een bepaalde manier heel goed. Die tapt heel erg in die adrenaline. Dat onverwachts natuurlijk ook. Want je kunt natuurlijk nooit precies 100% weten hoe een berg eruit ziet. Want ze zijn allemaal gewoon op pure willekeur gebouwd. En dit is dan ook een leuk level wat ik dan speciaal krijg. Omdat ik in een team zit, het freerider team. En dan mag je zelf proberen bij de finish te komen. Ja, ik zeg proberen, want dit is gruwelijk dat ik gewoon mijn laatste total los, mijn rectval, ik gewoon net krijg voor de finish. Zo lullig is het spel dan ook wel weer. Maar die levels worden dus allemaal random gemaakt? Ja. Nee. Ja, nou ja, ja, ze zijn random, of ze zijn procedurally generated. Dus wat je ziet is, als je naar een nieuw level gaat, dan laat hij even en dan laat hij gewoon een compleet nieuw level in, ongezien. Je gaat nooit twee keer van dezelfde heuvel af denderen. Dat is best wel bijzonder. Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Ik moet daarbij wel zeggen, gewoon een paar hele grote werelden gemaakt waarin je gewoon op verschillende plekken inspant? Of? Nee, het is gewoon allemaal, het wordt gewoon on the spot. Als jij een level inlaat, wordt die voor jou gemaakt. Dat werkt natuurlijk wel met bepaalde stramine. Dus je ziet van tevoren ook, oh, deze is vlak, deze is heel bochtig, deze bevat veel stunts. Daarin heb je een soort van houvast. En de game zelf heeft natuurlijk houvast met een aantal stramine. Dat ze verschillende heuvels een paar keer terug laten komen. Dat verschillende stuntplekjes even terug kunnen komen. Maar
hoe dat tussendoor een soort van rode draad wordt gevormd, dat is natuurlijk allemaal random. Hoe heb jij deze game ontdekt? Want dat is natuurlijk altijd met indie games een ding. Hoe ontdek je zo'n game, hè? Ja, doet hij het goed op Steam? Deze doet het toevallig nou best goed op Steam. En veel media beschrijven het ook een beetje als de spiritual successor van Skate. Ik zag hem iets eerder omdat ik hem een paar keer op Twitter zag ik een aantal hele goede gifjes langskomen. En je kent mij, ik ben een fan van goede gifjes. En ik ben een fan van games als Skate en sowieso extreme sportspellen in het algemeen. Vind ik dat er te weinig zijn. En dit vult wel een beetje die leegte. Ja. Dan moet je wel gezegd worden, het is een early access. Het is momenteel op Steam. Het komt er ook nog aan op Xbox One. Hij draait trouwens ook op Mac OS en Linux. Oh dankjewel, my God. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Maar dit is best wel leuk voor op mijn MacBook voor onderweg. Dit is wel lekker makkelijk even vertieren. Ja, maar dat is het ook. Ik heb het idee dat het spel komt vooral goed naar voren door gewoon even... Je pakt even een paar afdalingen. Je kijkt maar hoe ver je komt. En de ene keer ben je snel door al je levens heen. En de andere keer bouw je er, weet je al, 10 achter elkaar op. En ga je dan pas op je bek. Ik heb het einde ook nog niet gezien. Dat is wel raar. Ja, want er zijn 4 area's en Het is gewoon zo ontzettend pittig om doorheen te komen. Dus dat is het ook. Het is gewoon heel moeilijk. Het is vooral het heel moeilijk. Dark Souls van Extreme Sports. Oh ja, dit werd gisteren al een paar keer op stream geroepen. Dit is de Dark Souls van de Rocket League. Want banden. Ja, goed. Zo zou je het kunnen beschrijven. Ik vind het... We doen het alleen niet. Nee, ja, we doen het alleen niet. De review staat overigens ook al live. Ik beschrijf het niet als Dark Souls. Godzijdank. Al is het natuurlijk wel heel moeilijk, dus je zou die vergelijking snel kunnen leggen. Oh, daar gaan we weer. Ja. Hey, als je fietst, hè, moet je dan elke keer op A drukken? Nee, toch? Nee, het werkt ook een beetje à la skate. Dus er is 1 knop om te gaan, Er is 1 accelereerknop, er is 1 remknop. Maar bijvoorbeeld het springen en het landen en zo en het tweaken van je bike, dat doe je allemaal met een stick. Ja. Tenminste, ik speel het met controller, want dit moet je eigenlijk wel met een controller spelen. Maar mensen die skate gespeeld hebben of bijvoorbeeld snowboard spellen zoals Steep en dergelijke, die zullen ook wel weten van, een ollie is zeg maar dit. Nou ja, dat is hier natuurlijk een bunny hop. Maar ook het sturen en het sliden en dergelijke, dat doe je eigenlijk door je bike te bewegen aan de hand van de rechterstick. Ja, ik vind het interessant. Ja, het is een indie. En ik denk niet dat, als ik indie zeg, dat jij dit voor ogen haalt. Nou, gaan we het niet over hebben. Het ziet er hartstikke leuk uit. Ja, nee. Ja. Het is hartstikke leuk. Ik ben ook helemaal niet tegen indies. Ik ben tegen pretieuze indies. Nou, ik zou dit niet pretieuze noemen. Dit is niet pretieuze, nee, gewoon absoluut... een leuk spel. Nee, wat kost het? Dit kost €22 op Steam. En binnenkort komt het dus ook naar Xbox One Game Preview. Maar het is dus wel Early Access. Dus de vraag is of het nog duurder gaat worden misschien later als het helemaal uit is. Maar het is natuurlijk wel interessant om over na te denken van... Wat zou er allemaal nog komen voor deze game? Een multiplayer zou fijn zijn. €22 wel veel geld. €22 is flink. Ze hebben nu tijdelijk eventjes een 10% korting of zo omdat de game net uit is. Dus dan pak je hem voor €21 op. Jee. Ja, nou ja, prima. Oké, wanneer is zo'n game af? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Dat is een beetje de nieuwe uitdaging van ons vak. Ja. Wanneer is een game af? Ik heb PUBG is nu uit, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Ja, die game is nog niet echt uit. Nee, dit is inderdaad, dit is... Nou ja, het voelt voor mij ook als een early access, als ik heel eerlijk ben. Wat is er mis? Ik vind optimalisatie vind ik iets minder geslaagd. Van de grafische kant? Ja. Sowieso, de procedural generation is soms een beetje lullig. Soms dan stelt de game voor van, je doet 3 schansen achter elkaar zonder momentum op te kunnen bouwen. Dus dan kun je die schansen al niet eens halen. Dat ga je vooral in deze area veel zien. Dat, weet je, net allemaal sprongetjes net niet lukken. Dat is dan wat jammer, maar ook de optimalisatie gewoon puur technisch. Ik had zelden 60 stabiele frames per seconde. Je ziet als je de game op 1440p draait, dit hebben we ook in 1440p opgenomen, zie je ook dat dingen in de HUD bijvoorbeeld een beetje korrelig worden, omdat ze die alleen maar gebouwd hebben op full HD en dergelijke. Het zijn allemaal van die kleine dingen dat ik denk van, nou, daar mag net iets meer naverzorging in. En ook, weet je, er zijn zoveel dingen die dit spel zoveel leuker zouden kunnen maken. Bijvoorbeeld een dedicated multiplayer of iets dergelijks. Of, klap er een keer zo'n Hall of Meat-achtige modus in. Want de game is natuurlijk heel leuk in dat super lomp vallen. Ja, laat ons dan ook, weet je wel, zien dat de botten gebroken worden. Ja, of... met staken en zo. Ja, dat vind ik altijd leuk. Ja, zo'n X-ray zoals Skate had. Die maakte Skate natuurlijk ook een heel stuk toegankelijker voor veel mensen. Ik denk dat de Sanders zoiets ook wel zou kunnen gebruiken. Ja, dan ben je niet alleen maar meer de Dark Souls, maar ook de Burnout van de Extreme Sports. Ja, precies. Of de game heeft natuurlijk allerlei pakjes die je verdient na elke afdaling zo'n beetje. Maar ik zou zeggen, gooi daar ook wat gekke shit in. Weet je wel, gooi een... Dat vind ik achteraf werk. Ja, nou ja, goed. Maar dat is dus nou heel interessant omdat het een Early Access is. Ja, hoe werkt het in first person? Is dat fijn? Ja, het deed mij een beetje denken aan alsof ze dit ooit
voor ogen hadden als een VR. Ja, ja, ja. Weet je wel, die handen die een soort van wegveden, die geen armen hebben. Ja, dat zou je bijna zeggen van, oh, dat lijkt wel een beetje VR-achtig. Dat kunnen we toch aan ze vragen? Nou ja, goed, dat zouden we... Was het een VR-titel, bedoeling? Ja, of zou dat misschien ooit nog kunnen komen? Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, want first person is ook echt, als je dus een 360 gaat maken, dan draait je camera ook rond en heb je dus heel veel moeite met de goede landing vinden. Maar voor andere dingen is het weer heel makkelijk, zoals, weet je wel, net tussen bomen doorsuizen. Dat gaat soms makkelijker in first person dan in third person. Ja, maar ik wil dit echt heel graag in VR spelen. Dit zou een hele goede VR-titel zijn, ja. Zeker. Ja. Je wordt helemaal gek. Ja. Dat is fijn, want je zit ook op één plek, namelijk je zadel, dan is VR niet zo verwarrend. Ja, maar dat gevoel voor snelheid gaat er wel een beetje vanaf als je niet de wind in je haren voelt en die boom niet voelt die tegen je aankomt, zeg maar. Een ventilator neer. Ja, zover wil je dan nog wel gaan, ja. Ja. Maar nee, ik vind het sowieso leuk dat ze wat verschillende camera-perspectieven hebben. Ze hebben er ook dus ook eentje die een beetje aan Skate doet denken. Dat hij dus wat lager en wat stijlvoller gebouwd is. Ja, dat maakt het alleen maar moeilijker in veel gevallen. Maar anderzijds, weet je, je hebt zoveel stijl in die game. Het is fijn om te zien dat er weer eens een keer iets is wat een beetje... ik zou niet zeggen de opvolger van Skate, maar mensen die Skate konden waarderen, gaan dit waarschijnlijk ook wel waarderen. Ja, nou, leuk man. Ja, mooi toch? Ja, ik zou zeggen... Check de review. Check zeker de review. Hij staat live op gamersnet.nl. En nou ja, goed, we hebben hem een keer gestreamd. Ik vond het best leuk om te streamen. Ik zou zeggen, kunnen we misschien nog een keer meer doen. Ja, maar, ik kan hem ook een keer streamen. Ik vind het een leuk, vermakelijke game. Maar ja, het is geen multiplayer, dus het is wel eenzaam. Ja, nou ja, goed, zou je kunnen zeggen. Je werkt natuurlijk wel in teams. Maar goed, dit was het voor Descenders. Lees er meer over in de review. Ja, en als je nog meer Descenders wil spelen, Return Descenders. Ja, of op gamersnet.nl. Maar mooi, Peter.